Kees, ik ben bijna geneigd, ik zeg bijna, ja, om te zeggen dit was een eenvoudige overwinning. Ja, dat zei de vorige meneer ook al. Dat was het niet. Het was de hele wedstrijd binnen de 10 punten. Pas op het einde konden we uitlopen. Maar ik ben blij dat we zo hebben gewonnen. Ja, was het vooral zaak om bij de les te blijven, om de concentratie scherp te houden tot echt de allerlaatste seconde? Ja, dat klopt. In die vorige wedstrijden die we verloren hebben, toen waren we niet de hele wedstrijd scherp. En vandaag probeerden we dat wel te zijn. Het lukte nog steeds niet helemaal, maar een stuk beter. En je ziet het resultaat. En dat is hoe wij moeten spelen. Ja, want een uitstekend eerste, derde en vierde kwart. Minpuntje, het tweede kwart, toen jullie toch weer even de Groningers terug lieten komen. Ja, dat klopt. Dat is het moment waar ik ook over sprak inderdaad. Wij verloren het momentum, zoals dat heet. En alles ging ineens ten nadele van ons. En dat hoort bij het spelletje en dat moet je minimaliseren. En we hebben het in de tweede helft goed opgepakt. Ja, nou gaat het om details in die finale reeks. Den Bosch-Groningen, Den Bosch-Groningen. Wat zegt deze wedstrijd voor wedstrijd 5? Ik hoop voornamelijk dat wij ervan hebben geleerd dat wij moeten spelen zoals we vandaag deden. En we hebben twee keer uit hebben dat niet gedaan. En ik hoop dat we dat oppakken bij de volgende wedstrijd. Ja, want dat wordt toch de crux, hè? Een keer in Groningen winnen. Ja, dat klopt. Zij hebben thuisvoordeel. We spelen 4 keer daar en 3 keer hier. Wie het eerst 4 wedstrijden wint en het is nu 2-2 dus. Nog 2 wedstrijden in Groningen, 1 hier en we zien wel. Ja, nou ben jij een ervaren rot. Jij weet hoe jij in elkaar zit. Jij weet misschien ook een beetje hoe je teamgenoot in elkaar zit. Ja. Is het nog fit genoeg? Is het nog scherp genoeg om die titel te kunnen pakken? Ja, zeker. Alleen wat ik zeg, belangrijk voor ons is dat we de hele wedstrijd gefocust zijn. En we kunnen geen ups en downs meer hebben. En dat zal bepalen wat het resultaat wordt. Nou, het was geen makkie, maar wel een hele overtuigende overwinning. Ja, wel lekker.